zit sowieso een beetje een indie-avond vanavond. Je kan geen zender aanzetten vanavond of jij bent te zien. Ja, leuk voor de mensen. Deze uitzending is ook extra lang gemaakt om even dat feest te vieren. Dat dacht ik al, ja. En daarom hebben we ook de mannen van de anekdotes in laten vliegen. Kees en Wim, die zorgen voor de... Ik dacht, die moeten nog komen dan. Zo. Ja. En je hebt nog bijna geen cadeaus gekregen. Die kameel die jij ooit had, was dat ook een cadeau wat je ooit gekregen had? Of was nee. Dat... Nee, die heb je zelf gekocht toen. Nee, ook niet. Want ik was al weg bij mijn vrouw. En die woonde in Italië en ik in Engeland. Dus toen kwam ik een keer thuis. Dat had ze een kameel gekocht voor de kinderen. Ja. Ja. Alimentatie, hè? Ja. Maar die was wel helemaal goed, die vrouw. Die kameel? Die toen, ja. Ja. Ja, die, dus niet je huidige vrouw, dat is je vorige... vorige vrouw, toch? Nee, serieus? Nee, vorige. Die had een kameel voor jou... Nee, niet voor mij gekocht. Voor de kinderen. Voor de kinderen. Ja. Maar dat vind ik ook apart. Nee, maar ik word daar wel elke keer mee geassocieerd. Dat ik Maar ze had nog meer bij. Ze had een hele dierentuin. Zebra's. Wat zei je? Zebra's. Zebra's. Ja, echt. Maar het was gewoon een uitje, hè, in het dorp bij mij. Zeker. Ja, ik woonde in het dorp in Italië. En er kwamen al die mensen zondag brood geven aan die zebra's in de kamelen. Maar jij kwam een keer thuis en toen stonden al die beesten daar. En het was donker, je had het licht niet aangezet, geloof ik. En toen kwam ik in de garage. Een beetje schemerig. Dan zegt ze, pak even een fles cola en ik doe dat ding aan, die lamp. En dat ding begint te... Heb je wel eens een kameel horen? Nee. Hoe zeg je? Schrok me dood. Ja. En toen zei ze, ja, ik heb een kameel gekocht voor de kinderen. Kunnen we lekker rondjes rijden in de tuin. Maar wat kost nou zo'n kameel? Ik weet het niet. Gemiddeld, gemiddeld. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee. Ik weet niet van de kamelen. Camel toes vind ik wel mooi, maar... Maar je zei niet... Maar je zei niet dat je een beetje rare cadeaus... Gewoon, dat je gewoon rare dingen koopt. Gewoon. Zij heeft dat gekocht. Ja. Nee, zij. Dat zei je niet tegen. Ze had veel geld op dat moment. En nu moet ik weer alimentatie betalen. Dus dan, maar dan komt ze niet ver mee. Maar heeft ze die kameel ook weer verkocht? Ook gewoon. Ik weet het niet. Opgegeten, denk ik dan. Ja, geen geld meer. Die kameel opeten. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi.